Frankrijk met Demar, met Bouami, met Coquard. Net zoals de Duitsers met dat luxe probleem zitten, met Kittel, met Greipel. En ik denk dat hij, de bond, misschien nog wel met de bergprijs bezig is. Want hier zijn niet alleen punten te verdienen, of hier waren niet alleen punten te verdienen voor het klassement van de Napoleon Games Cycling Cup, maar ook voor de bergprijs. Nee, hij is gewoon niet tevreden, want hij wil de vaart erin houden. Dan nog maar even iets eten. En Keukeleire, die nu iets gaat proberen, inderdaad. Hij gaat het niet, of hij wil het niet, op een sprint laten aankomen, Keukeleire. Ja, en Dries de Bont die meegaat, zeer sterk. Ja, inderdaad, die Dries de Bont. Hij zal mij daarnet horen zeggen hebben, hij zal in het slechtste geval zesde. Hij zal denken, niks van, podium vandaag. Ja, het zou niet gestolen zijn. Nee. Hier zien we nog eens de aanval van Keukeleire. Nicolas Maas ziet het gebeuren, maar reageert niet. Hij laat het aan Dimitri Klaes, maar die kijkt ook om. Die schudt ook van nee. Dus ja, en Teuns, zijn gelegenheidsploegmaat is het, Keukeleire. Dus die laat. En dan is het toch Van Endert die moet proberen. Ja, natuurlijk. Van Endert kon zich wel van achter zetten, maar als er wordt aangevallen, moet hij het ook wel mee toerijden. Want anders heeft hij ook niks. Omkijken is het daar nu. Teuns die toch het ploegenspel speelt van die nationale selectie, lijkt het. Maas die nu een beetje, ja, het is niet van harte daar achteraan. Terwijl deze twee beseffen, hier kunnen we mee doorrijden. Ja, en als je dan weet dat Keukeleire Ulissi klopte voor de overwinning, dan dat zegt veel over in de conditie dat hij nu steekt. Ja, inderdaad. Ulissi die uit de Giro komt met de topconditie en dan Jens die hem toch klopt. Ook in een sprint met een beperkt groepje. Ja, inderdaad. In de Ronde van Slovenië was dat. En de bond die denkt, ja, als ik hier met Keukeleire naar de finish rijd, oké, ik word dan misschien wel geklopt in de sprint, maar dan word ik hier toch maar mooi tweede. Met dit heel mooie peloton, met deze hele mooie kopgroep, zou dat fantastisch zijn. Ja, en ook voor die ploeg, die probeert extra middelen te verzamelen voor naar dat pro-tourniveau te stijgen, is dit ook wel heel mooie reclame. Allee, je ziet ook heel mooie reclame. Ja, en je zag Teuns daar nog even drinken en zijn drinkbus weggooien. Alle ballast overboord voor als het nog tot een sprint komt. En het, ja, dat zijn toch al een seconde of 15 die ertussen zitten. Dus wie gaat het daarachter doen? Dat moet Van Endert, dat moet Maas zijn. Teuns die het ploegenspel kan spelen. Ja, maar je ziet gewoon aan Jens Keukeleire dat hij echt goed is, hè. Ja, zijn beurten zijn een pak langer. En hier zie je nu toch de jongens van Etix Quickstep. Zij zullen misschien gehoord hebben, Nicolas Maas is niet mee. Dan proberen we nog wat recht te zetten voor Gaviria. Maar als 1 minuut 13 klopt op 3,5 kilometer, dan komen ze gewoon weg te laat. Dan hebben ze gegokt en verloren. Ja, hier gaan ze de laatste bocht op. En dan nog een goede 2,5 kilometer. Gewoon rechtdoor. En nog eens even optrekken, Dries de Bont. Nog eens alles geven met Keukeleire in zijn wiel. En Keukeleire die, zoals jij eerder ook al zei, ja, die rijdt ook op adrenaline van ik wil hier eens wat laten zien. Hij zei het zelf al toen hij gisteren niet geselecteerd werd voor de Tour. Ik wil revanche nemen in Halle in Gooigem. Ik wil revanche nemen op het BK. En dit is in ieder geval een mooi nummertje. Ja, Dries de Bont die toch nog altijd overneemt van Jens. Ja. Dat is... Maar goed ook, hè. Hij weet... Podiumplaats in Halle in Gooigem. Dit is een koers die heel hoog wordt aangeschreven. En kijk dat verschil, ja, dat ziet er heel goed uit voor de twee koplopers. Daarachter nu Van Endert op kop met Nicolas Maas. Maar en hier draaien ze te goed rond, hoor.
op dat stuk vals plat. Ja, ik zou hem nu toch de raad geven. Allee, je weet zijn been natuurlijk niet. Voelt hij zich echt helemaal dood en is hij echt blij met de tweede plek. Maar als hij nog ambitie heeft om te winnen, zit daar toch mijn toprenner vooraan. Zou ik hem toch de raad geven om, om proberen in het wiel te blijven. En te pokeren. En je zag ook, het gat is op zich groot genoeg. Ze moet zich geen zorgen maken wat achteruit komt. Hij blijft gaan, Kevin. Ja, natuurlijk. Je voelt die jongen zijn benen. Hij heeft echt het gevoel van, er zit echt niks meer op. Dit is hoogst haalbare. Ja, dan heeft hij gelijk dat hij mee ronddraait. Hè. Dat komt altijd het mooiste over. Maar heb je toch een klein idee dat je kan winnen of een gevoel dat je kan winnen, dan moet je toch proberen een beetje tactisch te spelen. Ja, je zit toch niet met de minste vooraan. En nu lijkt hij toch misschien even in het wiel te blijven zitten. Was dat zijn oortje dat hij daar even uittrok? Ik zal het nu zelf wel doen. En Keukelaer blijft doorgaan met nog 1 kilometer te gaan. Hij kijkt nog even om. Hij wil toch nog dat de Bond overneemt en die doet dat ook. De Bond neemt nog een laatste keer over in de laatste kilometer. En nu kan Keukelaer het doen zoals hij het graag zou doen. Namelijk in het wiel van de Bond. De Bond vraagt nu, of kijkt toch even onder zijn arm, hoe zit het met die jongens daarachter? Dit beeld bedriegt natuurlijk wel een beetje, want zij zitten, Nicolas Maas probeert daar nu toch de sprong te maken met Teuns in zijn wiel. Maar hij houdt ook in. En Keukelaer, hij zet zich klaar voor de sprint. Hij kan dat. Hij is sprinter. Bewees het onlangs nog in de ronde van Slovenië. En de Bond gaat het nu van op kop moeten doen. Dat is natuurlijk met Keukelaer in je wiel niet de meest ideale positie. Een beetje zoals op de piste achterom kijken en toch maar even kijken. Nee, deze jongens doen niet meer mee, want het peloton komt daar zelfs nog aan. Die moeten zelfs nog zien dat ze voor de derde plaats sprinten. Terwijl Nicolas Maas zelfs nog even dringt. En hier de Bond, hij kijkt om naar die 4 jongens achter jou. Moet je niet meer kijken. De enige naar wie je moet kijken is naar Jens Keukelaer. Maar die speelt het perfect, Jens Keukelaer. Hij blijft nu in het wiel zitten en hij zet zijn sprint in. De Bond probeert naar het wiel te gaan. Keukelaer, hij kon vanuit het wiel komen. De Bond probeert nog. De Bond probeert nog om erover te komen. Hij komt ernaast en laat Keukelaer zich verrassen door de Bond. Dat is wel fantastisch van de Bond. Hij klopt Keukelaer hier op de streep. Dit is, we wensten hem een 6e plaats toe. We wensten hem een 2e plaats toe en hij wint hier. Dit is wel een heel sterk nummertje van Dries de Bond.